Wij zijn de Sint-Martinusschool en wij zijn een school voor buitengewoon onderwijs in Genk. Wij geven opvoeding en onderwijs aan kinderen van 3 tot 13 jaar op maat van elk kind. Het doel van het project is om de leerlingen communicatieve en sociale vaardigheden aan te leren, zodat ze hun vrije tijd zinvol kunnen invullen. Op die manier proberen we hun zelfbeeld te verbeteren, proberen we ook hun welbevinden op school te vergroten en daardoor vergroten ook hun kansen op een goede integratie in de maatschappij. Het project start in de klasse. De leerkrachten leren de leerlingen nieuwe woordenschat aan om hun woorden, om hun gedachten en om hun wensen te verwoorden. Nu, het aanleren van de woordenschat is één ding, maar het moet ook nog ingeoefend worden. En dan komen we op de speelplaats. De speelplaats is het juiste, de plaats eigenlijk, om die woorden in te oefenen. Nu, onze speelplaats, dat was eigenlijk een heel groot probleem, want het was een open veld. Daar waren heel weinig stimulatiemogelijkheden, dat was ook helemaal niet georganiseerd. En toen zijn we eigenlijk gaan zoeken naar een oplossing en zo zijn we dan terechtgekomen bij de ludomodules. De ludomodules zijn gekleurde blokken vanuit verschillende, ze hebben verschillende vormen. Het is heel uitdagend materiaal dat het spel uitlokt, maar ook beweging uitlokt. En tevens brengt het ook structuur aan op de speelplaats, omdat we ze op verschillende plaatsen kunnen plaatsen. En op die manier kunnen we de speelplaats heel goed afbakenen. We gaan nog heel eventjes herhalen, zoals we dat allemaal doen. Ja? Wat het thema is van de school dit jaar. Dat is, wie weet het nog, waar werken we altijd rond? Heel goed, rond respect. Respect voor de ander, wat bedoelen we daarmee? Ja, kom maar. Heel goed, niet vechten met elkaar. Ja, vriendelijk omgaan met elkaar. En nu zou ik graag alle jarigen van de maand mei naar voren willen. Dankzij dit project zijn de speeltijden veel rustiger en zijn er veel minder ruzies op de speelplaats.